Dit geluid betekent alle hens aan dek voor Erik Appelman. Het is zijn kersenalarm. Die waarschuwt als het te koud wordt. Nou, hier hebben we een voeler. Deze registreert de temperatuur van op deze plaats. En die staat in verbinding met dit apparaatje. Dit is onze nachtvorstmelder. Ik heb hem ingesteld op 1 graad boven nul. En zodra je op 1 graad boven nul staat, dan gaat het alarm af. Zonder het alarm kunnen we de kersen wel op onze buik schrijven. Kersen kunnen namelijk niet tegen vorst. Dus zodra de temperatuur bijna onder nul gaat, komt Erik in actie. En door de temperatuur in de kersentuin omhoog te brengen, door middel van kunstmatig wind creëren, hopen we 1 of 2 graden vorst, als het ware, te kunnen overleven. Nou, dat wordt gewoon in beweging gebracht hier in de tuin. En doordat in beweging gebracht wordt, komt automatisch de bovenlucht iets naar beneden toe. En aangezien de lucht boven warmer is dan aan de grond, stijgt de algehele temperatuur met 1 graad of 2. Zo probeert Erik zijn kersen te beschermen tegen de nachtvorst. Afgelopen nacht was hij ook al van 2 tot 5 uur bezig. Het ziet er wel vrij fris uit, vind ik, voor een nachtje doorhalen. Ja, maar het was pas de eerste nacht. Hè. We moeten misschien nog wel 3 nachten en dan... Dus vrijdagochtend hoef ik hier niet te ontmoeten? Nee, dan ben ik er niet meer. Dan slaap ik, hoop ik.